De competitie staat voor de deur. Zondag speelt PSV haar eerste wedstrijd uit. De training van maandagmiddag werd in ieder geval goed bezocht door de trouwe clubaanhangers. PSV-verslaggever Rick Elfrink analyseert de prestaties van de club. De competitie start zondag. Is PSV er klaar voor? Ja, ik denk het wel. De ploeg heeft in voorbereiding wisselende resultaten geboekt. Het duel tegen Valencia, daar werd PSV toch wel even afgesminkt in de tweede helft. Vorige week waren ze in Engeland. Twee aardige wedstrijden gespeeld. Met name tegen Nottingham was het echt goed. Daar had de ploeg flair. Wijnaldum speelde behoorlijk goed. En onderscheidde zich ook echt. In de wedstrijd tegen Middlesbrough, de eerste helft, viel PSV toch wel weer een beetje door de mand. En dan zag je dat de verdediging heel kwetsbaar was. Hoe staat het met de aankopen? Ja, nou ja, het is dus echt nodig dat de ploeg achterin versterkt wordt. Er komt een centrale verdediger bij. En ook voorin, dat heeft iedereen vorige week natuurlijk kunnen lezen. Mounir Elhamdaoui is het target van PSV. Achterin is dat nog altijd de Deen Jurgensen. Maar ja, FC Kopenhagen doet heel moeilijk. En lijkt hem niet te willen verkopen. Onlangs heeft PSV ook nog een andere verdediger getest. Een jonge jongen van Tottenham. William Troost Ekong. Die was wel heel jong, 17. Maar die krijgt op dit moment geen contract. Hoe staat het met de positie van Orlando Engelaar? Ja, het is moeilijk voor hem. Engelaar is natuurlijk uitgefloten vorig jaar door het publiek van PSV. Iedereen kent zijn verhaal. Engelaar is niet echt populair meer op de hertgang. Ik vraag me wel eens af of dat helemaal terecht is. Want als je kijkt hoe Engelaar zich manifesteert in de groep, dan gedraagt hij zich heel voorbeeldig, ook richting media. Dus het is een beetje vreemd. Hij gaat waarschijnlijk weg. Er is interesse voor hem. De club is nog niet bekend. Marcel Brands nog de speler willen zeggen om welke club het gaat. Maar er is concrete interesse voor Engelaar. Wat is jouw voorspelling voor de komende wedstrijden? Ik denk dat PSV het moeilijk gaat krijgen in de uitwedstrijd tegen AZ. Het zal van afhangen of de verdediging stand houdt. Maar een gelijkspelletje of een kleine zege acht ik zeker mogelijk.